U17 jongensvoetbalselectie is in de startblokken voor deelname aan het CONCACAF kampioenschap op Guatemala. De ploeg is in navolging van overige nationale voetbalselecties ook versterkt met diaspora spelers. De U17 selectie heeft op 7 februari een 3-0 oefenzege geboekt op de U20 van Robin Hood. De CONCACAF strijd is van 11 tot en met 26 februari. Suriname is ingedeeld in Pool H met Haiti, Honduras en El Salvador. Het was een mooie wedstrijd, maar wij, de trainer, keken niet zoveel naar het uitslag. We keken naar de opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Zijn ze goed uitgevoerd of moeten we eraan gaan werken? En als je kijkt naar die wedstrijd, ja, de opdracht die we hebben meegegeven. Daarna moeten we nog gaan werken, omdat het kort dak, de jongens zijn zondag aangekomen. We hebben 3 trainingen achter de rug. En het is moeilijk om binnen 3 trainingsdagen een geheel te vormen. Als we in staat zijn die 3 dagen een goede selectie te vormen, samen met de jongens van Nederland en de jongens van Suriname, dan denk ik dat we wel in staat moeten zijn om toch wel de eerste ronde te overleven. Het is een proces, dus we gaan zoveel mogelijk proberen om een eenheid en een hechterteam van te maken. Maar de vraag is nog, heb je voldoende tijd? Ik hoop alleen dat in het toernooi dat die groep zich gaat groeien. Om zodoende een goede resultaat neer te zetten. Op het begin van de training heb ik de jongens gezegd van er zijn 3 dingen belangrijk voor deze korte periode. Het is de eenheid, hard werken en alle neuzen moeten op één richting wijzen. Als we die 3 dingen korte tijd kunnen realiseren, dan denk ik dat we een goede beurt kunnen maken. Wat zijn je verwachtingen straks in Guatemala? Verwachtingen van Guatemala? Nou, ik hoop op het beste. Ik ga ervan uit dat we gewoon doorgaan in de groep. En vanuit daar hopen we dat zo ver mogelijk te komen. Heb je een oproep naar de Surinaamse bevolking toe, de gemeenschap en je teamspelers natuurlijk ook? Ik zeg support het. Support onder 17 die naar Guatemala gaat. En we hopen voor meer. Dus, yeah. Wat doen jullie na Guatemala? Dat heb ik eigenlijk geen idee. Dat krijg ik wel te horen of te merken. Dus ik heb er geen idee meer. Dankjewel, Manu. Dankjewel. Yes, thank you. En hoe ben je terechtgekomen bij Nacho? Nou, via zaakwaarnemer Brian Tevreden. Vroeg hij als ik hier zo wou mee voetballen. En toen zei ik, ja, lijkt me wel leuk om voor jullie op te komen. So. Leslie Campagne en Marcia Schouten. Mijn vader is Surinaams en mijn moeder is gewoon Nederlands. En mijn oma woont ook hier, heeft eigen thuis. Dus vandaar dat ik vooral wil spelen voor Suriname. Ik vind dat wij goed spelen, dominant, krijgen kansen. Soms moeten we wat sneller omschakelen, maar ik vind wel dat we goed spelen tegen Robin Hood. Oké, on the road naar Guatemala, wat vind je daarvan? Zijn jullie goed voorbereid? Ik vind dat we goed zijn voorbereid. Goede trainingen achter de rug gehad, morgen en overmorgen ook nog een paar. Vind ik dat we een goede vlucht kunnen hebben naar Guatemala en goed kunnen spelen in dat toernooi. Ja, ik denk wel dat we goede tegenstanders tegen gaan hebben. Ik vind wel dat wij gewoon natuurlijk goed kunnen spelen. En ik denk wel dat we het gaan kunnen halen daar zo in Guatemala. Heb je een oproep naar de fans en naar je medespelers toe? Ja, zeker, zeker. Fans, gewoon gezellig kijken. Kijk online, kijk via YouTube waar je wilt kijken. We zullen voor jullie willen winnen. Voor mijn teamgenoten natuurlijk willen we strijden voor jullie, voor ons land. En hopen dat we finale kunnen halen en kunnen winnen. Hoe goed ben jij ingespeeld met je medespelers? Ik vind dat ik best wel goed ben ingespeeld met mijn medespelers, ja. We hebben wel een korte trainingsweek samen gehad, maar we kunnen wel prima op elkaar inspelen. Hey, hoe lang speel je al voor Nacho? Nu 2 dagjes. Oké, wat is eigenlijk jouw club dan? Ajax. En hoe lang speel je al voor Ajax? Een jaartje. En wat is jouw idee straks in Guatemala? Zijn jullie sterk genoeg ervoor? Ja, ik denk wel dat we sterk genoeg voor zijn. Hopelijk willen we de halve finale en misschien wel de kampioenschap te pakken. Wat wil jij hierna doen? Wil je nog door blijven spelen voor Nacho na Guatemala? Die keuze heb ik nog niet gemaakt. Ja. Maar ik denk... Ja, zelf durf ik het nog niet te zeggen. Ik heb nog niet de keuze gemaakt. Heb jij een oproep naar je medespelers, je team toe, strakjes in Guatemala? Gewoon voor elkaar vechten en dan zullen we wel ver komen. Dankjewel. Oké, succes.
En hoe lang speel je al voor Nacho? Dit is mijn eerste wedstrijd voor Nacho. Het is ook heel leuk om te spelen tegen. En wat zijn je verwachtingen straks in Guatemala? Ik denk zelf dat we gaan winnen. We gaan een mooi toernooi van maken. Omdat, ja. Waar speel je op het veld? Ik ben een linksbuiten die ook in de spits kan spelen en ook rechtsbuiten. Maar ik speel het gewoon het liefst op links. En jullie zijn nu nog in een wedstrijd met Robin Hood, vriendschappelijke wedstrijd. Wat vind je zelf van de wedstrijd tot nu toe? Ik vind dat de wedstrijd mooi gaat. Het voorloopt mooi. We staan mooi 2-0 voor. Ik heb een mooie assist gegeven. Onze ploeg is goed. Het gaat zo goed. Als het zo goed doorgaat, komen we gewoon goed aan bij het toernooi in Guatemala. Ken je de sterkte van je tegenstanders in Guatemala? Denk je dat jullie ze gaan winnen? Ja, zeker. Ik denk het wel. Ik heb vertrouwen in Suriname. Tuurlijk. Ik heb vertrouwen in ons team. Ik speel voor mijn land, dus moet wel. En wat wil je nog zeggen tegen je landgenoten eigenlijk? Kom op, we kunnen het. Sowieso.